Ik moet jullie vertellen wie heeft uitgenodigd. Joke. Joke. Wat is Joke? Joke Bagger. Joke Bagger gaat staan aan die mensen hier zien. Joke is mijn neef dat niet goed doen. Joke is de voorzitter van LSA. Nee, ik vraag het altijd. Want ik heb de ervaring zo langzamerhand. Zeg, weet je wanneer ze mijn gezicht zien? Dan gaan ze ervan uit dat ze me niet zullen kunnen verstaan. Vanwege dat doekje. Willen al die mensen met een doekje even opstaan? Ga even staan met een doekje. Want jullie zullen hetzelfde weg. Ga staan, ga staan. Ga staan, mijn schat. Allemaal met een doekje, ga staan. Allemaal met een doekje, ga nou even staan. Want zij maken zeker hetzelfde mee. Als ze je gezicht zien, dan gaan ze ervan uit dat ze je niet zullen kunnen verstaan. Maak een foto van me hier, want ik noem het bij me hoor. Mensen uit Holendrecht willen zeggen Zuidoost en Grijgersbos. Maar ik vind Bijlmer een goede naam. Is een geuze naam. En de Bijlmerbaaien staat niet in de Bijlmer. De Bijlmerbaaien staat in Oud-Zuid. Soms 40 jaar, kijk maar naar Haas. En ik wil even die kracht verklaren, kind, dan ga ik het jou ook vertellen. Kijk, al die mensen die zo met een vreselijk, met problemen geassocieerd worden, allochtoon noemen, dat zijn krachtige mensen. Want ze zijn in staat geweest alles wat ze lief is achter te laten op zoek naar beter leven. Die kracht hebben ze. En dat moeten ze zelf ook niet vergeten. Zo is het toch, Tjer? Helemaal gelijk. Dank u wel, Kamer, voor deze welkom toevoeging. Een ballon aan uw jas knopen. Dat weet ik niet. Dus maak kennis. Ga niet bij elkaar zitten, maar mengen. Gewoon mengen. Kijk hoe je naast die vrouw zit. Jouw vrouw. Zit jouw vrouw. Laat zij ergens anders gaan zitten. En dan mengen jullie. Ja, vandaag mag het. Vandaag mag het. Het is vruchtbaar. Nou, wat ik doe is, dan pak ik er twee. En stel dat we hem hier opzetten. Ik schaam me, alleen denken ik kan niet meer slapen. Geen buur die weet dat wij niet eten. Mijn dieet is afhankelijk van mijn inkomen. En mijn kinderen zijn afhankelijk van mij. Hun rommelende magen zijn mijn wekker. De meeste banken geven niet. Maar deze banken geven wel. Aan 1300
gezinnen, 350 kinderen onder de 18, 300 gezinnen per week, 1100 artikelen. Wat een ieder verdient. Ik blijf toch anoniem. Genegeerd door beleidsmakers. Alleen vrijwilligers die mij zien. Kon ik mezelf maar zien zonder schuld? Kon ik mezelf maar horen zonder pijn? Ik ben de juiste weerspiegeling van een kapitalistisch maatschappij. Dankjewel, Jurgen. Een stadsdeel waar heel veel gebeurt en een stadsdeel die ook heel veel gebeurt.